Hoi allemaal, leuk dat je kijkt een nieuwe video. Ik heb vandaag een shoplog voor jullie en ik heb wat kleren gekocht bij H&M. What a surprise. En ik heb wat make-up gekocht bij de Kruidvat. Ik wilde namelijk weer wat nieuwe beauty producten van een wat meer budget niveau proberen. En ik heb ook weer wat backups gekocht. Dus ik ga het jullie allebei even laten zien, maar ik begin met de kleren. Allereerst heb ik deze blouse van de H&M. Als je mijn closet tour video hebt gekeken, heb je waarschijnlijk al gezien. Dit is een, ik vind een hele mooie blouse. Blauw met wit gestreept. Met verticale strepen. Dat maakt je wat langer. Wat ik wel mooi vind. En ik vind het een hele zomerse kleur. Of heel lenteachtig in ieder geval. Het maakt mij heel vrolijk. Dus je hebt een zakje op. Hij heeft een kraagje en knoopjes bij de mouwen. Het is eigenlijk een hele simpele blouse. Maar ik vind hem heel erg leuk. Ik zie hem al in de lente op een witte broek. Of gewoon met een normale spijkerbroek kan natuurlijk ook. Enige jammer is, ik heb niet echt een strijkijzer in mijn studentenhuis. En hij kreukt wel een beetje. Dus dat is een beetje zonde. Ik weet niet hoe ik dat ga oplossen. Als je er misschien tips voor hebt, laat het dan alsjeblieft achter in de reacties. Zoals jullie waarschijnlijk weten, woon ik op mezelf. En tot nu toe was het altijd goed gegaan met wassen. Ik had nog nooit een kledingstuk helemaal verpest. Maar laatst had ik toch de klassieke fout gemaakt van iets roods bij wat wits gooien. Het waren een aantal van mijn favoriete shirtjes een beetje roze geworden. Dus dat was super jammer. Daarom heb ik een nieuw wit shirtje gekocht. Met dit soort kant erbij. Want ik hou heel erg van die shirtjes die gewoon hier heel simpel zijn. Maar dan aan de bovenkant toch een beetje iets extra's hebben. In dit geval dus door een soort kant / gaas. En zo'n soort shirtje die ik had was dus verpest. Daarom dacht ik dan koop ik een nieuwe. En deze is wel heel anders. Maar ik vind hem wel heel erg leuk. Deze heeft een soort van kleine mouwtjes. Ja, het zijn niet echt mouwtjes, maar het is meer een soort van shoulder caps, laat maar zeggen. Het betekent deze wel een beetje diep, maar het valt op zich mee. Dan heb ik nog iets gekocht waar ik super blij mee ben. Want als je me een beetje kent, weet je dat ik ontzettend van jurkjes hou. En ik zag dit super leuke jurkje. Allereerst vind ik de print al gewoon geweldig. Hij heeft 3/4 mouwen. Loopt gewoon uit naar de band, maar hier in het midden. Hij heeft als bovenkant een V-hals. Die hier nog met een knoopje dicht zit. Die kan je op zich ook openhalen. Maar dan moet je er wel echt een hemdje onder. Dus ik vind het mooier om hem gewoon dicht te doen. Ik ben echt super blij met dit jurkje, omdat hij heeft een beetje een donkere print. Dus op zich kan je hem in de winter of in de herfst ook aan met een vestje erover en een panty. Maar hij kan ook heel erg goed in de lente en de zomer gewoon op zichzelf. En hij heeft 3/4 mouwtjes, wat ik wel heel erg mooi vind. Ik word er heel erg blij van en als ik hem aan heb voel ik me helemaal mooi. Dus dan weet ik zeker dat het een goede aankoop is geweest. Dan heb ik ook iets gekocht wat ik niet echt in mijn kledingkast heb, maar wel graag wilde proberen. En dat is een tuinbroek. Het is zo'n korte, gewoon met shorts, laat maar zeggen. En het leek me heel erg leuk voor de zomer om dit in mijn kast te hebben. Als andere mensen het dragen, vind ik het er altijd heel erg leuk uitzien. Dus toen dacht ik, waarom probeer ik het zelf niet gewoon? Ik heb deze tuinbroek gekocht van de H&M. Hij is gewoon heel simpel. Boven heeft hij gewoon een beetje de basic bovenkant. Onder heeft hij hier 2 knoopjes aan beide kanten, waardoor die wel heel makkelijk aan en uit te trekken is. Dat wilde ik wel even proberen, eerst in de kleedkamer. En hier heeft hij een beetje van die destroyed details, maar dat is niet te erg. Dus dat vind ik fijn. En hij heeft gewoon zakken, ook op de achterkant trouwens. En daar word ik ook altijd wel blij van, dat je gewoon wel je spullen mee kan nemen. Was even iets heel erg anders, maar ik vind hem wel heel erg leuk. En ik ben achteraf heel erg blij dat ik hem gekocht heb. Ik bedenk me net dat ik de prijs niet heb opgenoemd, maar ik weet nog wel allemaal dat ik zou ze in de beschrijving zetten. Dan gaan we nu door met de producten die ik bij de Kruidvat heb gekocht. En we beginnen met 2 producten van Essence. Allereerst de Essence All About Matte Fixing Compact Powder. Dit is een witte, maar moet een transparante poeder zijn. Die je make-up mat houdt en set. Ik heb hier best wel veel mensen positief over horen praten. En ik had altijd de Rimmel Stay Matte Powder. Maar die is iets van 10 euro. En deze is een paar euro. Ik weet niet precies hoe duur deze was. En het is heel irritant, want op het bonnetje staat dan alleen maar Catrice make-up, Catrice make-up of Essence make-up, Essence make-up. En dan weet ik niet precies welk prijs bij welk product hoort. Maar ik zal het op de site proberen uit te zoeken en onder in de beschrijving te zetten. Maar deze dus. Ik heb hem tot nu toe echt maar een paar keer geprobeerd. Ik vond wel nog dat hij, als je hem op je gezicht aanbrengt, best wel wit is. Dat je hem wel echt een beetje goed moet uitblenden, zodat je dat niet meer ziet. Maar hij maakte mijn make-up wel in 1 keer mat. Dus ik ga hem gewoon blijven proberen en dan laat ik jullie later nog wel een keer weten wat ik ervan vind. Dan heb ik ook de backup van deze gekocht. Dit is de Essence Make Me Brow in de kleur 3. Blond, soft brownie brows. Deze heb ik nu ook, maar die is bijna op. En ik moet ook eens echt langs de randen schrapen om alles er nog een beetje uit te krijgen. Dus het was wel even nodig dat ik een nieuwe van deze ging kopen. Maar hij is wel op dus, omdat ik hem super fijn vind en heel erg vaak elke dag gebruik. Dus ik weet nu al dat ik dit een goede aankoop vind.
Dan heb ik ook nog 6 producten van Catrice gekocht. Waarvan 3 producten die ik al heb en ik een backup van wilde. En 3 nieuwe producten die ik dus aan het uittesten ben. Laten we eerst snel even gaan over de backups. De eerste is de Liquid Camo Camouflage Concealer. Ik heb al meerdere keren verteld dat ik het een ontzettend fijne concealer vind. En met heel veel liefde gebruik. En in mijn make-up slash opruimen video was ook te zien dat die bijna op was. En toen zei ik al dat ik een nieuw moest kopen. En dat heb ik dus gedaan. Ik heb jullie ook al meerdere keren verteld over hoeveel ik van de Catrice Eyebrow Set hou. Dit is voor mij gewoon de perfecte poeder om mijn wenkbrauw mee bij te werken. En dat doe ik ook dagelijks. Hij is nog niet op, er zit wel een grote pen in. Maar ik dacht, ik neem alvast een nieuwe mee, want dat kan geen kwaad. Dan heb ik ook de Catrice Glam & Doll Mascara. Dit is de waterproof versie. Ik hoorde heel veel mensen praten over dat dit een fijne budget mascara was. En toen heb ik hem zelf gekocht. En voor mij is het echt de ontdekking van de eeuw. Ik vind hem super fijn. En eigenlijk fijner dan duurdere mascara's die ik heb geprobeerd. Dus ik blijf nu gewoon lekker deze kopen. Hij was ook bijna op. Dus ik dacht, dan haal ik gelijk een backup. Dan gaan we nu door naar de producten die ik nog nooit eerder had getest. En dat is allereerst de Catrice Prime & Fine Mattifying Powder Waterproof and Transparent. Dat is dit product en van de binnenkant ziet hij er zo uit. Hij heeft hier onder mijn hand een hele grote spiegel, wat ik ook heel erg fijn vind aan de verpakking van het product. Deze poeder is dus ook transparant. Hij is niet zo wit als die van Essence en dat merkte ik wel gelijk op mijn huid. Dat ik vond dat hij minder opviel en daardoor vind ik hem tot nu toe wel heel erg fijn. Je ziet meteen als ik een beetje shine en ik het opdoe dat het matteert. Dus zover ik hem tot nu toe heb geprobeerd, weet ik zeker dat hij die kwaliteit heeft. Voordat hij waterproof is, heb ik nog niet echt getest. Maar zover ik hem nu heb gebruikt, ben ik heel enthousiast. Maar ik heb hem nog niet heel lang, dus ja, ik moet nog even verder kijken. Dan hoorde ik ook meerdere mensen over de Catrice Prime & Fine Eyeshadow Base. En ik heb gewoon degene genomen in de neutrale kleur. Volgens mij had je ook verschillende kleurtjes, maar ik dacht, neem gewoon deze. En ja, ik heb hem tot nu toe wel al, sinds ik hem heb, elke dag gedragen om te proberen. En zover ik zie, blijft mijn oogschaduw goed zitten. Maar ik heb nog geen hele extreme looks gedragen of heel veel oogschaduw. Dus ook deze blijf ik gewoon testen en dan horen jullie later mijn mening wel. Maar tot nu toe vind ik hem heel erg fijn en ben ik blij dat ik een goede oogschaduwbasis op budgetniveau heb gevonden. Toen ik voor het Catrice-schap stond, trok dit product mijn aandacht. Ik dacht eerst dat het een tester was. Maar het is de Prime & Fine Instant Line Smoother. En dit is een product die je dus onder je ogen gebruikt, waar je lijntjes hebt. Ik heb dat in ieder geval best wel erg. En dan vult hij die als het goed is op. En dan blijft dus je concealer niet alleen langer zitten, maar hij creased minder. En aangezien mijn concealer best snel in die lijntjes ophoopt, wilde ik het product heel graag testen. Van buiten is hij wit, dus ik had in eerste instantie ook gedacht dat het spulwit is. Maar dat is een soort huidskleurig product. Het voelt een beetje siliconenachtig soms. De formule van het spul lijkt een beetje op de Benefit. Volgens mij heet die de Pore Eraser. Het is een blauwe tube. Dat is ook een primer. En het voelt wel een beetje hetzelfde aan. En ik heb hem tot nu toe elke dag onder mijn concealer aangebracht. En bij deze heb ik echt het gevoel dat ik al heel veel verschil merk. Mijn concealer creased nauwelijks meer. Hij hoopt niet op. En dat is echt iets wat ik super fijn vind. Want ik ben al heel erg lang op zoek naar iets wat dat tegengaat. Want ik heb duurdere concealers gekocht, goedkopere concealers gekocht. Maar ze doen het bijna allemaal bij mij. Maar sinds ik dit product gebruik, gebeurt het niet meer. Dus volgens mij is dit een wonderbaarlijk product. Maar ook deze blijf ik weer testen. En als ik hem echt geweldig blijf vinden, hoor je het zeker terug in een favoriete video van me. Nou, dit was dus alle kleding en make-up die ik de afgelopen tijd heb gekocht. Ik hoop je het leuk vond om te zien. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doeg!